Hoi allemaal, dit is de Bubblegum Cotton Candy Strawberry Power Bracelet, gemaakt met mijn Rainbow Loom. En voor deze armband gaan we alleen 2 pinnen gebruiken. Laten we beginnen. Omdat ik precies dezelfde ga maken, begin ik met jelly blauw. En die doe ik er als een 8 op die 2 pinnetjes. Nu voor deze dikke stukjes erin pakken we 4 bandjes. Wacht even. Ja, het duurde even omdat ze netjes recht boven elkaar moeten. En wacht, hier is het even. Ja, hij zit recht. Pak de onderste blauwe bandje. Gaat over het piel heen, laat hem los. Aan de andere kant hetzelfde. Doe het een beetje naar het midden en dan druk je alles naar beneden. Pakken we weer een jelly blauwe bandje. Zetten we weer op die 2 pionnen. Nu gaan we alle 4 de bandjes over het pion heen naar het midden brengen. Ho. Ja. En trek alles weer even, duw eigenlijk alles weer even naar beneden. En nu doen we hetzelfde wat we net bij die witte hadden gedaan. 4 tegelijk bij zwart. En pak ze allemaal even. En doe ze netjes boven elkaar. En zet ze erop. Wacht, de laatste moet er nog even boven. Je pakt de onderste jellyblauwe bandje. Die gaat over het pion heen en je laat hem los. En aan de andere kant doen we hetzelfde. En nu pakken we weer een jellyblauwe bandje. Zetten we erop. Pakken we de onderste 4 zwarte bandjes. Over pion heen, laat je los. Over pion heen, laat hem los. Nu ga ik nog 1 keer 4 witte bandjes erop zetten. En daarna zet ik de video even op stop. En ga ik verder werken tot het mijn armband lang genoeg is. Pak de 4 witte bandjes. Duw deze blauwe bandje even naar beneden. Zet ze er recht netjes boven elkaar op. Je pakt het onderste jellyblauwe bandje. Die gaat aan beide kanten over het pion heen en je laat hem los. Nu ga ik de video even op stop zetten en kom ik zo weer terug. Mijn armband is denk ik wel lang genoeg. Dus ik ga er nu een S-clip op zetten. Aan beide kanten zit nog 1 jellyblauw elastiekje. Dat is wel belangrijk. Er moeten niet 4 boven elkaar zitten. Dus zorg even dat er maar 1 zit. Dan breng ik deze van de ene kant naar de andere kant. En dan strek ik deze. En verdeel ik ze even over 2 pionnen. Zodat het makkelijker is om de S-clip erop te zetten. Pak de ene kant van de S. Druk je erop en je haalt hem eraf. Nu ga je naar de andere kant. Daar maak je hem ook vast. En dan kun je hem omdoen. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!